er is hier een soort van spuitvoetbal, want dan is de brandweer daar en dan ja, heb je met skippiebal ga je voetballen. En ja, ze organiseren het wel goed, want het zijn elke keer een paar mensen en het is wel elk jaar gewoon daar. Dus dat is wel leuk. Ja. Dit is jullie oefenavond, hè? Dit is onze oefenavond inderdaad, ja. Ja. We zouden eigenlijk een heel warm oefening gaan draaien, maar we hadden toch besloten om toch iets anders aan te pakken. Aan de andere kant van dit veld staat nog helemaal niemand. Er is één bal, twee teams. Nee, het zijn er vier. Nee. En dan moet je met de brandweerslang de bal scoren. Oh, gaan we moeten... Gaat beginnen? Ja! Ik kijk even om me heen en je mag wel zeggen dat het een succes is, hè? Ja, het is echt heel druk. Heel veel enthousiaste kinderen. Nog één minuut. De opkomst is dit jaar zo groot dat we eigenlijk dachten aan ons eigen succes onderdoor te gaan. Maar Ruud Arms, de organisator, die hebben het toch redelijk in het gereel. En nou, zoals je ziet, de ploegen die spelen. Dus het loopt. De gangsters tegen de dikke kippen. Het mooie is, het is zo snel georganiseerd, hè? Naar buiten kijken. Ja, het is mooi weer. Telefoontje van de brandweer. We doen het en we gaan ervoor. Jullie zien natuurlijk als brandweermensen vaak juist ellende. Is dit dan wel eens een lekkere afwisseling, zeg maar? Ja, zeker weten. Dit is toch prachtig. Hier doe je het ervoor. Allemaal lachende kinderen, gelukkige mensen. Nou, daar zijn wij ook gelukkig.